Voor de wedstrijd Oranje-Rood Kampong droegen alle spelers en de twee scheidsrechters een t-shirt met de tekst als één team achter Merrie. Dat is voor deze man bedoeld, Gijs van Merrieboer, bij wie onlangs een tumor in zijn onderbeen is geconstateerd. Veel sterkte dus voor Van Merrieboer. Dan de wedstrijd. Dit is vlak voor het einde van het eerste kwart. Stokbroeks mist daar oog in oog met David Hart de voorzet van de linkerkant. Maar Oranje-Rood komt vlak voor het einde van het eerste kwart. Toch een voorsprong. Dit is een goede actie van Stokbroeks. Via de meegekomen Dirk de Vilder, die bal nog even aanraakt, gaat hij met een boog over David Hart heen. En hij brengt de stand op 1-0 voor Oranje-Rood. Gelukje voor Stokbroeks, maar het telt wel. Dan in het tweede kwart, strafcorner Kampong. Jip Jansen, maar goed gestopt door Walter. Bal voorgebracht door Terrence Pieters. Uiteindelijk is het een lange corner voor Kampong. Maar even later weer een corner. Jip Jansen nu met een variant op de ingeleidende Boet Vijver. En hij scoort de gelijkmaker. Goeie goal van Boet Vijver. Zijn eerste van het seizoen. Maar prima uitgespeelde variant van Kampong. Dan in de tweede helft strafcorner van Jip Jansen. Makkelijke prooi voor Tobias Walter, Duitse doelman van Oranje-Rood. Zo'n hoge push is een makkelijke prooi voor een keeper. Dan aan de andere kant Koperski, de Pol, met een strafcorner. Uiteindelijk is de rebound hier van de Slover. Maar zijn bal gaat naast het doel van David Hart. En zo blijft het 1-1 daar in Eindhoven in een aantrekkelijke topper. Kampong dan. Via de achterlijn Terrence Pieters. Over de achterlijn, zijn bal gaat voorlangs het doel van Walter. Goed de hoek verkleind door doelman Walter. Pieters ziet zijn bal naast het doel belanden. Dan weer Kampong met de Vilder. Dit is De Wijn, goed meegekomen over de achterlijn. En ook hij ziet zijn bal voorlangs het doel van Walter gaan. Twee kansen dus voor Kampong op een voorsprong. Maar het blijft wel 1-1. Reijnga. Met de bal voor en bijna de tip in. Kansje nog hier. En dan is het Stokbroeks en dan een corner voor Oranje-Rood. Dat was de inzet van Max de Bie. En uiteindelijk leverde deze strafcorner niets op. Dan deze actie van Jamie van Aert in het vierde kwart. Technisch hoogstandje van deze van Aert. Hij is er blij mee. Hij scoort de 2-1. Ja, hier de hoge bal afstand gehouden door Jip Jansen. En daar maakt van Aert prima gebruik van. En scoort de 2-1 voor Oranje-Rood. Goeie goal van deze Van Aert. Nauwelijks een minuut later is het weer Oranje-Rood. Dat voelde dat het momentum had van de wedstrijd. Dit is een prima actie. En dan is het het schot van Stokbroeks. En bij de tweede paal is het Gerard Klapes, de Spanjaard. Hij tikt de 3-1 achter David Hart. Geweldige fase van Oranje-Rood. Maar dan moet Kampong iets terug doen. Doet dat via Silas Lageman. Met deze backhand passeert hij Walter en brengt de stand op 3-2. En dat allemaal binnen 2-3 minuten ongeveer. Spectaculaire fase in deze wedstrijd in Eindhoven. Hier die mooie backhand van Lageman. Stand 3-2. Kampong voelt dat er meer is. Het krijgt vlak voor tijd deze strafcorner van Jansen. Maar die gaat keihard op de paal. Tot opluchting van lijnstopper de Slover. Maar ja, dat was de kans voor Kampong op de gelijkmaker. Jansen weet het. Goeie corner, maar ja, iets te scherp gemikt misschien. Bal op de paal, zo blijft het 3-2 voor Oranje-Rood. Dat krijgt in de slotfase zelfs nog een strafcorner. Deze bal wordt door Reijnga naast gepoest. En dan heeft Kampong nog een paar tellen om iets te doen aan die 3-2 achterstand. Lange bal van Sander de Wijn. Komt hier bij Dobbelaar. Maar dan klinkt daar het eindsignaal van de wedstrijd. En dat betekent dat Oranje-Rood voor het eerst dit seizoen 3 punten haalt. Het wint op eigen veld met 3-2 van Kampong. De eindstand in deze zinderende hockeywedstrijd tussen Oranje-Rood en